Vanwege de regen moest de heilige bloedprocessie vorig jaar nog worden afgelast. Dit jaar echter waren de weergoden Boksel beter gezind. Onder veel belangstelling trok de historische stoet door het zonnige centrum. Nou, als Eva loop ik zo ongeveer meer dan 40 jaar mee. Maar als klein kind heb ik al meegelopen vanaf mijn eerste communie. Ik sta hier bij Jan Schuler. En Jan die loopt al super lang mee met de bloedprocessie. Jan. Vanaf 1949. Ik zat in de vijfde klas bij meester Warmerdam. En die kwam niet vragen of wij mee lieten lopen. Die zei, en jij bent Jozef Kaleb. En jij bent de Verspieders. En jij bent krijger. Ik was krijger met een speer en een helm van Vergeel op mijn kop. Zo'n bureaulamp, die moesten indeuken. Chris van Ekelen. Chris, wat is jouw functie bij de bloedprocessie? Mijn functie bij de bloedprocessie is bestuurslid van de stichting. Maar vandaag ben ik in de processie ben ik ordecommissaris. En dat houdt in? Dat houdt in dat ik naast de processie loop. Dus niet in de processie, maar naast de processie. En wij proberen te zorgen dat de processie niet uit elkaar valt. Wie speelt u? Koning David. Dat is een heel gewichtig iemand. Ja, nou, gewichtig valt er wel mee, maar in ieder geval, ja, hij heeft al wat te zeggen. Mozes! Weet jij niet dat Yahweh ons altijd heeft bijgestaan? Yahweh heeft ons gered uit Egypte. Yahweh heeft ons geleid in de woestijn. En Yahweh heeft ons gedragen, zoals een vader zijn kind draagt tot aan de woonplaats. En Yahweh zal ons het beloofde land geven. Dit zegt de Heer, in die dagen zal ik een koninkrijk stichten dat in eeuwigheid zal blijven bestaan en waarvan de heerschappij aan geen ander volk zal worden gegeven. Het zal koninkrijken verdelgen en vernieuwen, maar zelf in eeuwigheid voortduren.